dat dat je in een relatie met iemand zit en dat je dan af en toe naar buiten kijkt en denkt, ja, dit is heel fijn, maar dat er buiten is ook heel erg leuk. Nou, daar had ik de laatste tijd erg veel last van. Ik heb namelijk een huwelijk met de cheesecake, maar er is een minnaar in het spel gekomen. Tony, je kent hem wel, die oranje. Inderdaad, die reep chocolade met de gezouten karamel erin. Maar ik heb de oplossing gevonden, ik heb ze gewoon verenigd in een cheesecake. Oftewel de salted caramel chocolate cheesecake. En die gaan we vandaag maken. En wat hebben we daarvoor nodig? 3 repen gezouten caramel Tony Chocoloni. Biscuits. 200 gram. 400 gram roomkaas. 200 milliliter slagroom. 200 gram suiker. 80 gram boter. En een flinke dosis madonzout. Maar we gaan beginnen met de slagroom stijf slaan. Daarvoor heb ik de suiker en de slagroom nodig. De slagroom. En de suiker. Nou, die is stijf. En dan gaan we de koekjes verkruimelen. Zo, die is klaar. Die doen we eventjes in een zakje. Zo. En dan gaan we de boter smelten die we bij de koekkruim gaan doen. Zo, dat is lekker aan het smelten. En dan gaan we nu au ben Marie de Tony Chocoloni smelten. Daarvoor gebruiken we 2 repen. Oh, kijk, en daar zien ze zitten hoor. De gezouten karamel. En dan gaan we iets heel leuks doen, namelijk de chocolade stuk slaan. Zo, dat lucht op. Geen therapie nodig. Oké, een pannetje met water. Die zetten we eventjes hoog op. Die moet aan de kook komen. Daarop doen we een bakje. En daarin doen we de chocolade. Dat is natuurlijk handiger. En dat gaan we even rustig laten smelten. En dan heb ik hier mijn springvorm van 24 centimeter. En wat ik eigenlijk altijd doe is heel simpel. Bakpapier erin leggen. Dan mijn springvorm erop zetten, klikken en dan er omheen afknippen. Dan ben je zo klaar als een klontje. Voor de bodem hebben we nodig de koekkruim. Zo. En die mengen we in de springvorm met de gesmolten boter. Dit roeren we eventjes heel simpel recht toe, recht aan, door. En dan gaan we het aandrukken. Nou kan je ervoor kiezen om zo'n bakje te gebruiken, maar ik vind het altijd makkelijker om het gewoon snel met mijn handen te doen. Je moet wel proberen te zorgen dat het overal enigszins gelijk is, anders ziet je cheesecake eruit als een toren van Pisa. En dan gaan we de roomkaas glad roeren. Erin. Je moet het gewoon even glad roeren zodat er straks geen stukjes in zitten. Dit is glad genoeg. En dan gaan we even kijken naar de chocola. Het ziet er goed uit. De chocolade is gesmolten en die gaan we bij de roomkaas doen. Net zoals de slagroom. En dat gaan we dan hierop storten. Even kijken, al die heerlijke gezouten karamelstukjes, die willen we absoluut niet vergeten. En dan de slagroom erbij.
En dan is het tijd om hem te storten. Kijk. En dan gaan we hem nog even slaan. Eén klein likje voor de koek in. En dan gaan we even het lucht er een beetje uitslaan. En dan gaat hij nu minimaal 4 uur, maar het liefst een hele nacht in de koelkast. Maar ik heb er al eentje voorbereid. We gaan hem eventjes lossnijden. En voilà, daar is het kindje. Deze gaan we nog even sieren met wat maldonzout. En dan voor de finishing touch nog wat geraspte chocola eroverheen. Dit is het moment waar je op het meeste verheugt als je een taart maakt. Dat je een hap mag nemen. Wat ik al zei, het perfecte huwelijk.